Het is 1969. Overal komen studenten in opstand tegen de gevestigde orde. In Amsterdam bezetten ze het Maagdenhuis en eisen ze democratisering van het onderwijs. Maar de studenten zijn niet de enigen die in opstand komen tegen het onderwijssysteem. In het Vondelpark organiseren ook leraren en scholieren zich in protestgroepen. In mei 1969 demonstreerden er hier meer dan 400 Amsterdamse scholieren tegen het centrale eindexamen. De demonstratie was georganiseerd door de scholieren zelf en een groep kritische leraren. Zij vonden het centrale eindexamen een onrechtvaardige vorm van selectie. In die tijd bestonden er nog geen schoolonderzoeken. Scholieren moesten dus in een paar dagen tijd al hun kennis uit 6 jaar school laten zien. Dat zette de examenkandidaten onder te grote druk, vond de actiegroep. Het eindexamen was een momentopname, te willekeurig, een loterij. En om die reden trokken ze ook, na in het Vondelpark toespraken gehouden te hebben, naar de kantonrechter om een klacht in te dienen wegens overtreding van de wet op de kansspelen. Bestuurders werden aangeklaagd dat ze deze onrechtvaardige vorm van selectie in stand hielden. Kijk, hier zie je mijn naam, Piet Kalis 2009. De leerlingen werden in hun protesten bijgestaan door de actiegroep Kritische Leraren. Zij protesteerden tegen meer dan alleen het eindexamen. Het hele onderwijssysteem was volgens hen verouderd en moest op de schop. Literatuurhistoricus Piet Kalis was destijds leraar Nederlands in Amsterdam. Uit onvrede over het schoolsysteem sloot hij zich aan bij de kritische leraren. Piet, kan je ons vertellen, wat waren dat nou voor mensen, die kritische leraren? Nou, dat waren een stuk of, ik denk, 300-400 leraren. Voor een deel ook aangevuld met leerlingen uit de hoogste klasse. Leerlingen hadden een eigen organisatie ook strijdbaar. En die leraren die hadden er groot bezwaar tegen, dat heeft te maken met het vak Nederlands dan, dat er literatuurlijsten waren voorgeschreven waarbij leerlingen moesten lezen uit de middeleeuwen, 16e, 17e eeuw, 18e, 20e eeuw. Dat moest. En daarvoor zijn we strijdbaar opgetrokken. Eerst hier naar het Vondelpark en later zijn we zelfs nog naar het Paleis van Justitie gegaan op de Prinsengracht om daar aan te dringen op een wetswijziging waardoor dit soort dingen voor middelbare scholen niet meer verplicht waren. Geef scholieren meer inspraak en meer vrijheid om hun eigen keuzes te maken, betogen de kritische leraren. Leid ze op tot zelfstandig denkende individuen. Bijvoorbeeld elke vrijdag waren er klassengesprekken waarbij ze natuurlijk toch... En dat had ik dus vooral ook met 13, 14-jarigen, waarbij ze onder woorden moesten brengen wat hen bezig hield. En dat waren dingen waar in het onderwijssysteem te weinig plaats voor was, vonden wij. Het onderwijssysteem leidt kinderen niet op tot vrije mensen, maar tot platgewalste meelopers, vindt de actiegroep. Enkele leden van de kritische leraren publiceren het Rode Boekje voor Scholieren, waarin ze het onderwijs oproepen de wensen van leerlingen centraal te stellen. Die oproep valt niet overal in goede aarde. Russische toestanden, noemt een boze telegraaflezer de roep om democratisering. En hij vergelijkt de kritische leraren met NSB'ers. De kritische leraren moeten zich vestigen in Oost-Europa of direct ontslag nemen, schrijft hij in een ingezonden brief. Maar het boekje wordt een groot succes. In 3 maanden tijd worden er 125.000 exemplaren verkocht. Behalve een roep om democratisering is het boekje ook een aanklacht tegen de steeds grotere rol van toetsen en examens in het schoolsysteem. Na de demonstraties tegen het centrale eindexamen richtten de kritische leraren hun pijlen op de CITO-toets. Het CITO in Arnhem was net opgericht in 1968 om een toets te ontwikkelen van de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hier in Amsterdam werden de eerste toetsen afgenomen. En in 1972 ook landelijk. De kritiek op deze toets richtte zich vooral op de spellingstoets. Want de kritische leraren waren voor vereenvoudiging van de spelling. En zij vonden dat de tijd voor de voorbereiding voor deze toets beter besteed kon worden aan taalonderwijs. In februari 1972 komen de kritische leraren in actie. Ze maken overal in Amsterdam bekend dat ze de CITO-spellingstoets een dag voor afname openbaar zullen maken. Leerlingen en ouders kunnen de toets afhalen op het actiecentrum. Dit gaf natuurlijk een enorm schandaal. Schoolleiders vonden dit een onrechtmatige daad. Het CITO besloot daarna om de toets vertrouwelijk
met zegels omkleed voortaan op te sturen naar de scholen. Dat het pas op het laatste moment openbaar gemaakt kon worden. Maar geen van de kritische leraren die deze actie ondernam, werd er ooit voor vervolgd. Het openbaar maken van de CITO-toets lijkt de laatste spraakmakende actie van de kritische leraren te zijn. Daarna bloedt de beweging langzaam dood. Ook Piet Kalis keert de actiegroep uiteindelijk de rug toe. Op een gegeven moment kwamen de tendensen naar boven, zo vergaande democratisering, dat ook literaire teksten, dat was allemaal gedoe van de elite. Weg ermee. Dat gaat Kalis als literatuurliefhebber te ver. Leerlingen moeten zelf hun leeslijst kunnen samenstellen, maar het belang van literatuur staat voor hem buiten kijf. Later legt hij zich toe op het schrijven van boeken over literatuurgeschiedenis. Hij publiceert onder andere een veelgeprezen biografie van Joost van den Vondel, wiens standbeeld alle oproer, acties en protesten in het naar hem vernoemde park zwijgend heeft aangezien. Geboren in een ander land en vervuld van geluk om de vrijheid die hem in deze bloeiende stad ten deel is gevallen, kijkt de dichter des vaderlands, Joost van den Vondel, geniet het om zich heen en zingt hij aan de Amstel en aan het IJ.